Overheen? Ja, volgens mij werd hier even wraak genomen. Ja. Nou ja, ze doelden daarop. In de poolwedstrijd speelden ze ook tegen Groot-Brittannië. Dat was de meest moeizame wedstrijd van dit toernooi. En ze kwamen niet lekker door die hoge pres van Groot-Brittannië heen. Dus. Maar er is animositeit met die Engelsen. Wat is daar aan de hand? Dat heeft een geschiedenis. Nou ja, de keeper van Groot-Brittannië had een interview gegeven waarin ze toch een beetje arrogant overkwam. En toch wel zei dat Groot-Brittannië nog heel erg in de kopjes speelt van Nederland. En dus daar was een beetje een. Maar omdat Nederland verloor in die finale in Rio. 5 jaar geleden. Maar beter natuurlijk speelde, maar toch verloor. Ja, klopt. Ja. Op shootouts verloren. En zij had daar ook wel een glansrol als keepster van Groot-Brittannië. Ja. Maar goed, het is een heel ander team. Er zitten nu 8 speelsters van Nederland in die 5 jaar geleden in Rio waren. Dus dat is helemaal niet een ding voor hun meer. Dat is helemaal niet ter sprake dat een revanche gevoel is. Ja, het lijkt mij natuurlijk game set en match nu en door naar de finale, ja. Zeker. Nou goed, vandaag was het eerste kwart was nog een beetje stroef. Maar verder, dit team is zo ontzettend goed op dit moment. En die spelen zo makkelijk. Dus nee, dat is een zeer verdiende finale plek. En Argentinië als tegenstander in de finale, wat wordt dat? Nou, dat wordt wel. Dat is een leuke wedstrijd. Het zijn echt temperamentvolle speelsters allemaal. Ze zijn niet in hun beste vorm van hun leven. Alhoewel ze dus wel nu in de finale staan, vond ik wel verrassend. Ze hebben de afgelopen 5 jaar niet heel goed gepresteerd. Maar ja, dat is altijd wel een beetje zo'n. Dat zijn echt onze rivalen geweest altijd. Ze hebben in Londen 2012 was dat echt onze grootste concurrent. En het speelden de halffinales na elkaar. En zij waren later klaar dan wij. En toen wilden zij allebei de finale gehaald. Dus zij kwamen nog even langs ons appartement om, weet ik veel, 1 uur 's nachts. En onze namen schreeuwen en wolfgeluiden en ons mega uitdagen. Maar ja, dat soort dingetjes, dat vinden wij ook wel weer lekker, weet je wel. Dus net als nu met vandaag, met dat interview van die Engelse speelster. Dan krijg je er wel zin in. Vleugels of zo, ja. Dus dat echt onderlinge hommeles, inderdaad. Kennen we dat ook in het zwemmen? Ik begreep dat daar wel echt gekrapt tegen dingen stort, hè? Ja, nou wel. Dat wist ik helemaal niet. Nou, het open water zwemmen, mensen zien dat het gewoon heel lang duurt, maar het is heel lang zwemmen. Het is ook een beetje worstelen. En het is ook schaken. En zeker over dat worstelen, ja, daar is natuurlijk een heleboel duwen en trekken. En maar dat ook zien wij niet zo, want ik zie dat zwemmen zie ik. Maar dat onder water, wat gebeurt er onder water? Een heleboel. Nou, dus onder water kun je elkaar wel een beetje ellebogen, een beetje in elkaars heupen zwemmen. Af en toe, dus de regel is, je mag elkaar niet bewust dwars liggen. Ja. Maar ja, als je in je slag per ongeluk op het achterhoofd slaat van iemand die naast je, kan gebeuren. Dan gebeurt het gewoon per ongeluk.